We staan hier in Bellingwolde bij een woningbrand. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Ja, om 7:30 werden wij gealarmeerd, omdat de bewoner die 's nachts weg was geweest thuis kwam en zag dat zijn woning vol met rook stond. Die heeft de brandweer gebeld en wij kwamen ter plaatse en toen konden we vaststellen dat de brand in de keuken ontstaan was. Dat het goed heet was in de woning. Er was bekend dat er geen mensen meer in de woning waren. Dus toen hebben wij eigenlijk besloten om de woning gecontroleerd te laten uitbranden. Is er nog gevaar geweest voor de omgeving? Nee, we hebben voldoende materiaal en voldoende water om de omgeving veilig te stellen, dus dat gaat allemaal goed. Welke korpsen zijn er ingezet bij de brand? Hier loopt het korps van Bellingwedde en de hoogwerker van Winschoten.